Paulus en Silas hebben een meisje bevrijd van haar demonen, maar daarmee ook iemands gemakkelijke broodwinning afgepakt. En hoewel ze geen wet hebben overtreden, worden zij toch voor de rechtbank gebracht, zonder enige vorm van proces gegeeseld en opgesloten in de binnenste kerker. En opdat ze zeker niet zouden ontsnappen, worden hun voeten in een houten blok vastgemaakt. En opvallend, ze protesteren niet. Ze vragen niet waaraan ze deze behandeling wel verdiend hebben. Nee, ze bidden en ze zingen Gods lof. Wat ze gebeden hebben, weten we niet. Maar uit hun gebed sprak een groot vertrouwen. Een vertrouwen dat God mensen niet in de steek laat wanneer alles uitzichtloos lijkt. En dat is de boodschap die Lucas aan zijn geloofsgenoten wil meegeven. Christenen leefden in een tijd waarin hun verhaal niet overal met enthousiasme werd onthaald. Een tijd waarin ze geconfronteerd werden met tegenstand en met vervolging. En het was niet gemakkelijk om in die omstandigheden te blijven geloven en te blijven getuigen. Maar daar stelt Lucas een duidelijke boodschap tegenover. Wat er ook gebeurt, het evangelie laat zich niet tegenhouden. Alle tegenstand ten spijt. Want God laat zich niet tegenhouden. En God geeft ons de moed om stand te houden. Ook als het donker is in ons leven, als we vastgelopen zijn en het gevoel hebben dat wij geen kant uit kunnen, dan opent God deuren. Als wij durven bidden en ons aan Hem toevertrouwen, dan zal Hij ons niet in de steek laten. Geloven maakt van ons vrije mensen. En dit bevrijdend geloof, dat kan aanstekelijk werken. Het kan anderen nieuwsgierig maken en hen uitnodigen om zich open te stellen voor de paasboodschap. En dat is wat gebeurt met de gevangenisbewaker. Hij laat zich dopen samen met zijn gezin. En hij is verheugd, schrijft Lucas. Geloven maakt niet alleen vrij. Geloven maakt ook blij. Gelovige mensen zijn vreugdevolle mensen. Zij leven immers vanuit de diepe zekerheid dat ze in de Vader geborgen zijn en over en door alles heen bemind worden.